Ik ben blij dat ik, dat ik veel heb gespeeld deze voorbereiding. Dat ik er fit en goed op sta. Dat de ploeg lekker in elkaar zit. Ik ben blij in Rotterdam. Ik vind Sparta een fijne club. Dat gaat de goede kant op. Ik ben niet meer zo kapot van een mindere dag of een mindere paas of een nederlaag. Dat is denk ik een positieve ontwikkeling. En verder probeer ik te genieten wat er wel is. En dat is lekker voetballen, dat is bij een mooie club spelen, dat is in een lekkere ploeg draaien. En dat is af en toe van het zonnetje genieten. En dat deed ik voorheen ook wel, maar dat is eigenlijk wel zonder heel zwaar te maken. Maar dat is eigenlijk wel een beetje aan de hand. Dat maakt ook dat ik heel graag de afgelopen twee seizoenen wil wegspoelen met een topseizoen. Ik ben hoe het de afgelopen weken is de middelste van een driemansverdediging. En dat vergt veel coachen de lijn aangeven. Soms bepalen wanneer we wel of niet druk zetten. En verder moet ik gewoon lekker de bal naar de juiste kleur spelen. Vind je die rol leuk? Pas je erin? Ja, het bevalt me heel goed. Ik kijk graag naar Europese verdedigers. En er zijn heel veel Europese ploegen die ook met een vijfmans of een driemans verdediging spelen. En ik denk dat die rol me goed past. Ik kan daar sober spelen en me soms laten gelden. En dat doe ik graag. Wat wil jij nog bereiken? Ik wil een topseizoen met Sparta draaien. Ik wil heel graag kampioen worden en promoveren. En dan zal ik ook het jaar daarna waarschijnlijk er nog spelen. En ik ben wel het type die graag een avontuur in het buitenland aangaat. En dat kan mij ook niet ver genoeg zijn, al is het voor een tijdje. En dan ben ik een gelukkig mens.